Wat is dit? Waarom wordt er gefilmd? Je moeder belde mij en ja. Die... Huh? Ja. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, dit is wel even een verschilletje met Dubai. Normaal gesproken stond je al uit bed, was je hem opgemaakt, toen je je bikini opgemaakt, alles. En nu lig je als een... naakt moratje in bed. Oh, schatje. Ik wil weer lekker op vakantie met jou. Het was zo leuk. Wow. Ik heb het zo echt aan mijn zin gehad, hè, jongens en meiden. Maar een hele goedemorgen en welkom weer terug hier zo bij een nieuwe dag uit Nederland. Zullen we als eerste gewoon proberen deze ochtend om even de ene te roepen. Kijken of we wat horen als ik naar buiten loop en mijn stem laat horen. Hoor je gekwaak of zijn de eenden dood? Dat is een duif. Oké. De eenden leven niet meer. Hallo. Piepie. Ik hoor helemaal niks. Dat is even een teleurstelling. Ja. Ik hoor geen eenden. Ja, ze komen wel. Ja, waarschijnlijk liggen ze weer ergens helemaal ver in een weiland. Ze allemaal chickies te fixen daar. Allemaal chickies te fixen. Oh, je bent toch? Je ziet het. Hey, ik heb even lekker gedoucht, jongens en meiden. En nu wordt het tijd om de trap naar beneden te pakken. Kijk, de koffers van de vakantie liggen nog steeds hier op de grond. Misschien moeten we het maar gewoon ingepakt laten voor een volgende vakantie. Hey! Hallo. Oh, lekker een ontbijtje weer. Allayade! In plaats van dat hotel. En kijk eens. Sniff, wil je gewassen worden? Wil je even een shampootje? Hè? Wil je even een lekker shampootje, Sniff? Oh, kijk hem in de wasbak zitten dan hier zo, jongens. Het ziet er echt heel droog uit. Zal ik even de koeker aanzetten, hè? Kook het eet wat. Oh, dan komt het dropje er ook bij, hoor. Hey. Oh, ik hou zo veel. Heb je dit gemist? Ja. Ja. Oh. Echt mijn poesje. Ik weet nog niet wat er beter uitzag. Het ontbijt van het hotel of dit? Want dit ziet er ook wel echt lekker uit, moet ik zeggen. Ik eerder om het lekker proeft. Dat is waar. Ja. Het kan wel lekker uitzien, maar of het lekker is, hey. Daarom. Even het eerste happie. Oh nee. Oh nee. Het is heerlijk. Maar iemand vindt het ook lekker, denk ik. Ja, jij zit al op de loer, hè? Jij ruikt al iets, hè? Het is tijd, jongens, om de deur uit te gaan. Ben je blij? Ja. Ben je zo blij vandaag? Ja. Ja, joh. Nou, wat fijn. Of ben je boos op de kijkers? Nee. Zo. Ik ben gewoon blij dat ik op straat weer kusjes aan jou kan geven. Yeah, nou, we lopen nu op ons eigen terrein. Dus in principe mag die sowieso wel, natuurlijk. Je mag zelfs auto rijden hier op het eigen terrein. Hey. Dat mag zelfs, dat dat niet helemaal legaal is. Oeh, hij is wel lekker vies hier, jongens. Maar het is in ieder geval tijd om dus de auto in te gaan. Want zoals je kan zien, mijn haar moest eigenlijk echt voor de vakantie al geknipt worden. Toen moest het al lang gedaan worden, maar daar hadden we geen tijd meer voor. Dus het is tijd om naar de... kapper te gaan. Yeah! Dat is echt zo'n dingetje wat je eigenlijk altijd even voor je vakantie moet fixen. Maar ja, dat had ik dus niet gedaan. We blijven even in de vakantie stemmen, jongens. Even weer het liedje. Maar nu is het allemaal gelukt. Ja, dit was echt zo'n vakantienummertje. Dit nummer hebben jullie al 30 keer gehoord in de vlog, volgens mij. Dit liedje heet trouwens Vul Mijn Cup van Bilal Belip. Bilal Walib. Ik postte dus laatst dit nummer in mijn story. En toen wilde ik dus Bilal taggen op Instagram. Toen dacht ik, oh ja, kut. Hij heeft gewoon nog steeds geen Instagram. Oh my god. Ja, ik was het even compleet vergeten. Ik zat echt van, huh? Waarom heeft hij geen Insta? Maar toen dacht ik, Ik vraag me echt af of hij zijn account ooit nog terug gaat krijgen eigenlijk. Denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Nou, gelukkig is mijn vader natuurlijk kapper, jongens. Dus we kunnen even lekker naar de zaak toe. Hij is dus weer open en dat is hartstikke fijn voor hem. Dus hij kan weer lekker knippen en alles doen. Want laatst echt voor de vakantie zag ik natuurlijk hoe zwaar mijn vader het weer had. Financieel, weet ik veel wat. En dat het gewoon echt helemaal rot was. Maar gelukkig is hij weer open. Ik kom weer heerlijk uit mijn woorden vandaag. Gaat erg goed. Soms heb ik echt van die vlogdagen dat ik gewoon totaal niet uit mijn woorden kom. Dat is echt verschrikkelijk. Hallo. Hi, waar ben je? Ik ben er over 5 minuten. Ja, oké. Okay. Hey! Dat was echt vaag. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Waarom klonk dat zo raar? Klonk echt alsof je aan het huilen was. Oké. Okay. Oké, ik moet haasten. Groen licht, let's go. Hop.
Wel grappig. Jij wilde dus dat mijn haar altijd lekker kort is. Dat vind ik zelf ook chill. Een van mijn andere ex-vriendinnetjes die wilde dus dat ik het langer liet groeien. Ja, gadverdamme. Nee, man. Nee, maar kijk, jij bent gewoon heel laks in, zeg maar, je verzorging soms. Nou, en als jij kort haar hebt, dan doe je gewoon in de ochtend even wat gel en dan loop je de deur uit. Als jij langer bent, jij zou niet eens weten hoe je moet borstelen. Denk dat ik überhaupt tijd ga nemen om mijn haar te borstelen. Ja, daarom. Dus dan ga je echt op zo'n zwervertje lijken die niet snapt hoe hij zijn haar moet doen. En dan hangt het zo. En ik vind jou gewoon lekker, lekker, lekker fris, lekker snel. Oh, ik ben lekker snel, joh. We hebben toch nippels, we zijn lekker snel. Je ziet het. Kijk eens wat een zakenman. Oh, wat een zakenman, hè? Kijk hem even, die gekke zaken. Dankjewel. Zo, wat een zakenman ben jij. Die is fan van jou. Is die fan van mij? Ja, daar het kind van inderdaad. Die komt dadelijk naar de benen. Nou, wat leuk. Ja. En... Hey! Tada! Zo, de nieuwe Gio! Het haar is weer terug. Eindelijk. Nee, je haar is weg en je oude kapsel is terug. Yeah. Toppie. Ja. Lekker? Beter of niet? Ja, veel beter. Ja? Ik ben spontaan opnieuw verliefd geworden op jou. Oh, wat fijn. Wat fijn. Kies. Ik ben dus net helemaal geknipt. Mijn vader vertelde een verhaal dat er zelfs soms mensen in de kapsalon komen bij jou. En dat dan de vrouw achter je gaat staan en die gaat oordelen over hoe jij haar man knipt. Ja, dat is ooit wel eens geweest inderdaad. Maar gelukkig niet veel hoor. Maar ik heb het zelf niet meegemaakt, maar bij een collega. Echt waar? Maar dan gaat ze dan zeggen, als jij bijvoorbeeld iets niet goed scheert, dan... Ja, die sprongen dan elke keer sprongen ze ertussen. Echt, daar word ik helemaal gek van. En de korte en dit en zo. En, zo, als jij dat... Ik zeg dan, doe het dan lekker zelf. Waarom ga je dan naar de kapper? Jij hebt geen enkele opmerking gemaakt net toen mijn vader me geknipt had. Ik weet gewoon, zeg maar, zo is het gewoon weer altijd het best. Je doet ook niet vaak wat anders, toch? Nee, nooit iets anders. Nee, daarom. Zo, maar daar zit je wel erg onder de duim volgens mij in je relatie. Zo, dat is dus helemaal geregeld. Zo, ik zit echt daarover na te denken. Stel je voor dat je zo'n vrouw hebt die echt zo erg alles bepaalt. In je leven. Kijk, ik snap dat een vrouw het leuk vindt als de kapsel van de man. Ja, maar je gaat ook niet bij de kapsel om erachter te staan. Nee, zeg dan gewoon, nou, ik zou het leuk vinden als je haar wat korter is en zoek het uit. Maar zij zegt, op de puntjes zit ze alles dat ze aan te geven. Je moet dit, je moet dat, je moet zo doen, zus. Nog een verhaal wat mijn vader vertelde. Ik weet alleen niet of dat echt waar is. Maar dat was dus dat vrouwen vroeger heel vaak een briefje aan hun man meegaven. Gewoon op een briefje. En dat ze dan daarop zetten wat ze met een kapsel moesten doen. Dat stond erop. De voorkant moet wat korter. Ja. Aan de zijkant er net iets langer. Aan de achterkant weer wat korter. Maar ik vraag me af in hoeverre dat waren. Want volgens mij bedoelde mijn vader dat meer als een grapje. Ik kon het niet helemaal peilen bij hem. Net getankt, even hier zo. Dus wel even wat anders jongens dan in Dubai. In Dubai waren we 31 euro kwijt of zo. Voor tanken. Hier zo zijn we gewoon weer 170 euro kwijt. Jeetje. 5 keer zoveel. Bijna 6 keer zoveel, hè? Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. Ik ga net op de foto met een vrouw hier bij het tankstation. Zegt ze, ja, ik zit altijd te schelden op jou. Mijn zoon heeft je altijd aanstaan. Ik ben helemaal gek van die lach van jou. Dus ik begin te lachen, terwijl ze dat zegt tegen mij. Zeg, ja, dit bedoel ik. Oh. Nou, waarschijnlijk als de zoon dit ziet van die vrouw. Hi, sorry. Je moeder is net met me op de foto geweest. Hartstikke lachen. Waarschijnlijk hoort ze dit zelf nu ook. Ja, sorry mevrouw dat ik zo'n irritante lach had. Daar kan ik ook niks aan doen, denk ik. Nou, we gaan onderweg naar mijn zus in ieder geval. Het is 34 minuutjes rijden, want er is natuurlijk ook aardig wat veranderd bij haar thuis. We zijn daar 10 dagen niet geweest of zo, dus let's go jongens. Ik ben benieuwd. Jij ook of niet? Ja, zeker. Nou, een half uurtje rijden jongens. Zijn wij in Sommelsdijk aangekomen. Bam. Zo, die is dicht. Melanie heeft echt de perfecte vijver gewoon hier zo voor eenden. Ja jongens, ik weet wel wat ik in de zomer als cadeau ga geven aan Mel. Heerlijk, hoe lijf zou het zijn als waar? We worden straks overgereden omdat ze zo het water uitlopen. Oh, ja, dan steken ze daar zo het huis in. Oh, dat zou erg zijn. Ja, het zou op zich wel kunnen hoor. Je zou ze wel hier kunnen geven, denk ik. En op kunnen voeden. Wat voor bel had ze ook weer? Ah! Oh, dat is wel een heftige bel. Een heftige bel. Ja, die van ons helemaal irritant. Onze bel is echt, dat is een bejaardentehuisbel die een half uur lang door blijft gaan. Kijk eens wie er is! Hey! Zo! Hey, waar jij bent! Ja, ik ben bij jou op bezoek nu inderdaad. Kijk, er staat een mooie nieuwe verlichting hier zo. Is dit de definitieve verlichting? Ja, die hebben we uitgekozen. Ah, dat is zo'n fel lampje dan. Ja, het is echt heel exclusief deze. Aparte smaak. De combinatie is ook al. Ja. Normaal hangen ze aan het plafond. Nee, we dachten wat anders. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja, nee, prachtig. Hey, Melanie heeft wat leuks hier zo. Kijk, dit is, ik weet niet wie dit kent. Ja, jij weet nu al, Melanie verklapte de naam net al. Spreek het eens uit. Het nee, is... Nee, wat is het? Kijk jongens, ik zal het even uithalen. Gaat ook niet uitspreken. Jawel, doe nou even. Dat is echt iets van waar Melanie en ik vandaan komen. Kijk, dat is zo'n dingetje. Ik denk dat alle Caucasian mensen die kijken, die kennen dit wel. Het ziet er echt... Spreek het eens uit. Nee. Het is een krukplaatje.
Kruk. Ja, zeg het eens. Jawel, spreek er even uit. Eerst word je kruk. Kruk? Nee. Kom op, één keer. Nee! zo, rustig. Ja, dit is dus echt een lekkernijtje van hier, het eiland Flakkee. Mag ik eentje? Wat is het dan? Ja. Een koekje? Eet jij maar eerst. Het is echt lekker. Het is gewoon een koekje. Volgens mij is het gewoon boter met suiker. Wie kent dit niet? Ik ben wel benieuwd wie dit niet kent. Wie nog nooit van een krukpleitje gehoord heeft. Je proeft echt naar pepernoten voordat je ze in de oven hebt gedaan. Ja. Als je zelf pepernoten hebt. Ja. Wie kent het überhaupt wel? Laat ik dat ook even vragen. Wat heb je nog meer binnengekregen? Oh, zo. Jeetje. Dat is decoratie. Nou, dat is ook mooi. Onze eettafelstoel. Oh, heel mooi. Mooi, hè? Plastic eetkamerstoelen. Met groen, ja. Ja, leuk. Ook heel exclusief. Nice. Nee, volgens mij sta je ervoor. Ja. Kijk. Ah. Nou, ik vind deze toch wel leuker. Ja, ja. Ik vind het wel jammer dat je niet voor deze... Ja. Maar de bank was ook al binnen bij jullie, maar... Ja, de bank zou eigenlijk komen, maar we hebben ervoor gekozen om die toch nog helemaal te laten behandelen tegen de plekken. Volgende week namelijk gaan ze hier definitief wonen. Dus dan gaat papa en mama echt afscheid moeten nemen van jullie gewoon, hè? Ja. Of van jou dan tenminste. Ja. Volgende week zijn mijn ouders gewoon helemaal alleen daar thuis. Dat kan ook draaien. Dat is eigenlijk echt zielig om over na te denken. Dat mijn ouders maar straks helemaal geen enkel kind meer in huis hebben, behalve 3 katten dus. Maar al die katten hebben problemen. Oh, kijk eens even wat hier staat. Deze dingen zijn zo lekker. Dames. Zo spreek je dat uit, toch? Damn. Damn. Kijk, bij de entree ligt hier ook een nieuwe zwarte mat. Dus het begint allemaal echt een beetje ergens op te lijken. Hier zo. Zo, we zijn hier 20 minuten binnen en nu pas wordt gevraagd of we wat willen drinken. Maar ik wil een zus van jou. Zo, nou ik wilde bijna weglopen hier. Nee, ik zeg altijd pak maar gewoon. Niet eens. Jeetje, gaat het slecht? We gaan of, pas de volgende één keer wonen. Dus, als je wilt praten, heb je ook geld? Ja. Het ziet er niet goed uit. Ik kan wel merken dat het huis duur was, ik. Nou, een lekker kaasblokje en een ijsteetje, daar maak je me helemaal gelukkig mee. Okay. Jij op Jada? Ja hoor, maar dan zonder het kaasblokje. De badkamer heb ik voor het laatst natuurlijk ook gefilmd, maar kijk eens even. Zo, dit is een grote spiegel. Groot, hè? Ja. En hij heeft veel licht. Nou, helemaal mooi. Mooi, hè? En wanneer komt het glas? Of dat weet je nog niet? Het glas komt eind deze maand. Ja? En dinsdag komt het bad. Het bad, oh daar zo natuurlijk. Wastafel en douche. Zo, maar dit is al mooie spiegel. Ziet er goed uit. Ja, mooi, hè? Heel leuk. Kijk eens. Nog een leuke update aan het huis. Kijk, zo het tapijt hier zo in de slaapkamer. Het tapijt, ik moet... Wacht even. Hoe heet het ook hoor? Ja, dat bedoelde ik. Ja. Huh, zei je niet ook tapijt net? Nee. Jawel, zij zei ook tapijt. Nee, tapijt hier. Oh, nee, wat... Ik ben nu gaan lezen. Oh, nee, wat over tapijt op de grond, nee. Zo, dit zijn ook alle andere eetkamerstoelen hier, ja. Denk ik. Zo, maar dit is wel, ja, echt veel beter dan het zwarte op. Even een kleine throwback naar toen we hier voor het eerst binnenkwamen. Toen zag het er dus zo uit. Hé, hey, jij hebt het van voor, dat mag niet. Zo, hè? Ja, dit is waar. Iemand was depressief hier, volgens mij. Veel beter zo. Wauw. Zien jullie die dikke blauwe bolide daar staan? Hé. Hey. Die gaat 1 februari weg. Ja. En dan krijg je een nieuwe. Oeh. Ben je hyped? Ja, ik ben zo. Hyped. En huis en auto. En ja. Hij ook. Ja. De zaak klopt. Het goed, je ziet het. Nou ja, die koelkast die mag wel wat voller. Ja, de meubels kan ook wel wat. Even een snel bezoekje gehad. Oh ja, echt, ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat mijn ouders gewoon, wat ik al zei, gewoon alleen zijn straks. Ik ben echt benieuwd hoe ze zich daardoor heen gaan slaan. Wij hebben even een komisch verhaaltje over de AirTag die jullie ons hebben zien kopen in de vlog in Dubai. De AirTag had ik gekocht zodat ik dus nooit mijn portemonnee zou kwijtraken. Nou, jullie zagen in de vlog van gisteren dat ik alsnog mijn portemonnee kwijt was. Of nou ja, Jada was hem kwijtgeraakt in het vliegtuig. Ja. En we hadden de AirTag er nog niet in gedaan, dus vandaar dat we niet konden zoeken. Nee. Dus, wij komen in Nederland hier aan, zijn we dus blijkbaar de hele AirTag kwijt. Dus, we hebben koop nog... je een AirTag om zodat je niet kwijt te raken en dan raak je de AirTag zelf kwijt. En dat zat dus nog in de verpakking, dus hij was nog niet ingesteld. Dus we kunnen hem ook nergens vinden meer. Hoe onhandig kan je zijn? Je koopt echt dat ding dus zodat je geen dingen kwijtraakt en dan raak je dat ding kwijt. We rijden achter een auto en daarvoor zit nog een auto, maar die rijdt zo ontzettend zacht. 40 waar je 60 mag, 60 waar je 80 mag, 30 waar je 50 mag. Oh, kijk. Kijk, hij gaat voorbij. Ik zat net helemaal boos te worden op deze persoon hier zo.
Omdat ik helemaal zwaar aan dood zat te irriteren. En ja, dat zei, doe nou rustig. Maar blijkbaar was ik dus niet de enige. Want die persoon daar voor mij, die hem nu dus dubbele streep in had, die zat zich ook helemaal kapot te ergeren. Dat soort mensen zijn zo irritant op de weg. Ja, die moeten echt een rijwijs afgepakt worden gewoon. 40! Echt. Dat veroorzaakt echt ongelukken. Ja, maar zag je wat een file erachter me zat? Ja. Er zat een file achter me dat deze persoon die zo ontiegelijk zacht rijdt. Ja, ik denk dat het oude mensen zijn die niet harder durven. Maar dat soort mensen moeten dan gewoon niet meer op de weg. Ja, maar... Het kan echt onze ongelukken veroorzaken. 20, 30 kilometer per uur onder de gemiddelde snelheid. Ze hebben ook op de snelweg hebben ze niet voor niks een regel dat je niet... Volgens mij moet je op de snelweg minimaal 60 rijden. Ja. Als je daar 100 mag. Omdat het anders gewoon gevaarlijk is. Want is het verkeer toch soms ook leuk, hè? Verschillende situaties die je meemaakt. Ik vind autorijden zo ontzettend leuk. Ik ben echt benieuwd of jij, zeg maar, in conflicten gaat raken. Ja, ik ben sowieso snel boos. Jij bent best een pittige tante voor jezelf, namelijk. Ik word echt snel boos in de auto. Maar ik zal nooit iemand achterna gaan of uitstappen. Nee, daar ben ik veel te bang voor. Maar ik... Ook met rijles. Zie je jou achter iemand aankomen? Wat dan? Nee, ik was echt met rijles ook. Als dat gebeurt... Ik wilde gaan schelden, maar dat deed ik echt in mijn rijlessen. Nee, je moet jezelf natuurlijk wel altijd beheersen. Dat wil ik ook aan iedereen meegeven. Van die zijn rijbewijs nog gaat halen. Je moet je altijd netjes gedragen in het verkeer. En altijd beheerst blijven. Maar soms kom je echt in momenten dat je... Weet je, waar ik ook zo boos werd in mijn rijlessen. Dat je bij een rotonde staat te wachten, vet druk. En dan gaan er mensen die geen richting aan wijzen. Ja, maar dat gebeurt elke dag. Dat gebeurt zo vaak. Dat is zo irritant. Waardoor je al 10 keer kon als diegene ze... richting aanwijzen uit doet. Kijk wat een kasten hier staan van een huis trouwens. Hè? Oh. Dit is allemaal een lijntje huizen. Of een heel laantje huizen. Wat ze allemaal zelf mochten bouwen volgens mij. Ik zie hier een nieuwe mat liggen. Welcome. Wat leuk. Oh, je haar is los. Maar het klopt. Oh, dat is toch leuk. Hey. Ah. Oh, dit is zo enthousiast. Gaan we niet naar binnen? Zullen we weer gaan? Nou. Ik gaf je moesje. Wauw, wat fijn dat ik jullie weer zie. Hallo. Heel fijn. Zo, kijk eens even wat hier als eerste opvalt. Ik denk dat die mama ook heeft. Je moet niet je hoofd stoten er tegen in ieder geval. Nee, het gaat net. Ja. Ik vond het eerst niks, maar niet echt. Ik moet er ook even aan wennen, ja. Als je in de tv kijkt, zit hij er ook niet. Nee, hij zit er niet voor. Nee? Ali, wat loop je raar? Oh. Hij loopt zo goed al, hè, jongens. Dat is echt niet normaal hoe een kat dat onder de knie krijgt. Ja, maar hoe die naar boven rent ook. Dus echt... En van de week zat hij achter Abby aan. Ja, dat is toch... Alleen het zielige was, Abby die heeft 2 poten en die pakt hem zo bij zijn gezicht. Oh, dat kan die niet. Ja, hij kon niks. Oh, daar zit je vast. Ik heb een staart van hem. Daar zit je vast, hè? Ja. Oeh, het ziet er wel echt gewoon netjes uit, hoor. Ja, hé. Ik moet de camera van mijn moeder neerzetten. Want jij hebt iets te vertellen. Ja, jullie weten het nog niet. Wat weten wij nog niet? Moeder, zet je camera even neer. Ik wil eerst weten of het goed of slecht nieuws is. Ja, is het goed of slecht nieuws? Nu wel goed, maar toen jullie op vakantie waren, slecht nieuws. Want? Want ik ben met Sniff naar de dierenarts geweest. En die was heel ziek. Huh? Ja. Jouw moeder belde mij en ja. Die zei van... Even, heel random, dit komt uit het niets. Mijn moeder zegt, nou, nu je toch over de kat hebt, zet even je camera aan, want ik wil je wel vertellen, want je hebt iets gemist. Ja, maar Edith belde mij en die zei, het gaat volgens mij niet zo goed met Sniff. Hij is misselijk en hij is aan het kokhalzen. En ik zeg, oh jeetje, nou dan heeft hij heimwee naar jullie. Jullie zijn weg, dat dacht ik echt. Ja, ik denk, hij was niet zichzelf. Dus ik denk, nou, die heeft heimwee. Maar goed, ik zeg, nou ja, laten we het 1 nachtje aankijken. En dan ga ik morgen met hem naar de dierenarts. Dus ik heb wel gelijk s'avonds een afspraak gemaakt voor de volgende dag. En toen kon ik naar de dierenarts, naar jouw dierenarts. Want daar moest ik natuurlijk naartoe. Ja. Waar die altijd heen ging. Dus en toen kwam ik daar aan de volgende dag. Want ja, hij was echt wel heel ziek. En, maar wat had hij dan? Ja. Hoezo, wat deed hij? Ja, in de last van zijn keel. Of dat hij kokhalste, bijna niet eten, lusteloos was en... Gewoon ziek, weet je wel? Ja, dat zie je gelijk aan mijn kat. Dus... Huh? Oké, en toen? Ja, ik pak even de camera, want hij staat anders weer ver. Nou, en toen ben ik de volgende dag naar die afspraak gegaan bij jouw dierenarts. Maar wel gezegd van ja,
Niet tegen Gio zeggen. En, hoezo? Je wilde ons geen rotgevoel geven op vakantie of nee, zo? Nee, Edith en ik hadden samen besproken van... Nou, weet je, we gaan het niet zeggen tegen Gio en Jade. Want dan willen ze gelijk terug en jullie hadden het zo fijn. Oh, Snifje! Ja. Ik sowieso. Ik had al de hele vakantie, dacht ik sowieso aan de katten. Dus als dat vertelt, Maar Snifje! Ja. Maar hij was dus heel ziekjes. En wat was het achteraf dan? Of? Nou, dus ik ben er naartoe gegaan. En de dierenarts heeft hem bekeken. En toen ze hier drukte, deed hij zo, weet echt? Je wel. En toen zei ze, nou, het is niet goed. Dus ik moet hem hier houden. Ik zeg, wat? Ik denk, oh nee. Dat is eigenlijk de derde kat al. Binnen korte tijd. En toen zei ze, ja, want hij heeft iets in zijn keel. En ik moet verder kijken. Maar dan moet hij toch een roesje hebben. Want anders kan ik het niet zien. Dus ik moest hem achterlaten. Blijf slapen. Huh? Is hij weg? Is hij een nacht weg geweest? Nee, gelukkig geen nacht. En toen zei ze, ja, ik moet hem toch verder onderzoeken. Dus ik wil hem hier houden. Maar wat was dat dan uiteindelijk? Nou, uiteindelijk hebben ze hem een roesje gegeven. Ja. En toen zijn ze verder in zijn keel gegaan. En toen bleek hij een zware keelontsteking te hebben. Oh. Ja. Dus waarschijnlijk heeft hij iets van... Ja, of van die palm gegeven. In huis. Of een cactusje in huis. Oh. Ja. En niet van buiten. Nee. Ah, nee, daar komt hij niet natuurlijk. Dat kan, nee, want dan vroeg ze nog... Komt zo, maar wat als het wel slecht gegaan was? Dan had je ons opgebeld en dan hadden we naar huis moeten... Ja, dat had ik... Nou. Zo, dan had ik sowieso naar huis gevlogen. Want we hebben nog 3 nachten bijgeboekt, hè? Ja, maar dat hadden jullie niet gedaan. Was het daarvoor al? Of was... Ja, dat was daarvoor al. Oh, nee, zo, dat hadden we niet bijgeboekt. En ik heb mijn mama nog geappt toen we bijboekten. Want ik heb best wel snel heimwee. En ik moet eerlijk zeggen dat wij bij gingen boeken, heb ik heel erg getwijfeld. Toen appte ik mama nog van, gaat thuis wel alles goed? En dan is met de kat, dat zei ze, alles gaat goed, gaat helemaal goed. Maar dat was dus helemaal niet zo. Nee. Oh. Maar toen wel weer, toch? Was ja, toen wel weer. Ik heb hem 2 uur later op kunnen halen. En toen heb ik medicijnen meegekregen die hij elke dag moest hebben tegen de pijn en voor de ontsteking. Oh. Dus dat heeft hij een week lang gekregen. En, driftje. Ja, hij was zo ziek. Er was niks aan te merken in ieder geval dat het thuis Nee, kwam. Ik heb helemaal niks gezien aan hem. Nou, nu moeten we vanavond echt extra knuffelen. Extra knuffelen. Ja. Dat wisten we ook gewoon niet. Nee. Zo, inderdaad. Nou, als ik dit had geweten op vakantie, dan had ik inderdaad misschien wel gelijk naar huis gevlogen. Of dan had ik 100% niet meer bijgeboekt. Dus, maar dat is ook de reden waarom jullie het niet verteld hebben. Dus. Ja, kijk, was het heel ernstig geweest dat ze zeiden van nou, hij is echt heel erg ziek en er is niks aan te doen. Zo. Moet een spuitje geven. Ja, dan had ik het. Zo, dan had ik echt, instant privéjet. Ja. Als er geen vluchten waren. Nee, oké, dat heb ik niet gedaan. Ja, we hebben het eerst afgewacht natuurlijk. Wel echt goed dus inderdaad dat wij sowieso een oppas gegeven hebben op vakantie. Want als we dat niet hadden gedaan, hadden we er waarschijnlijk niet eens achterkomen. Dan had hij gewoon met die keelontsteking doorgegaan. En dan had het misschien wel slechter kunnen aflopen. Ja, maar had hij niet meer gegeten. Dus had hij niet meer gegeten? En dat had hij ook niet. Nee. Dat was ook de reden dat hij naar de dierenarts ging. Ja. Mijn moeder is een Surinaams gerecht aan het maken, toch? Ja. Och. Voor alle Surinamers die dit kijken. En ik weet dat er Surinamers kijken. Want ik zie wel eens reacties staan. Hoe heet het? Ik weet niet hoe het in Suriname heet, maar het heet kip curry. Kip curry! Kijk eens, met een ijs. Oh, en curry eieren. Waarschijnlijk zijn er misschien wel Surinamers die dit anders doen, hè? En dan krijg je nu allemaal commentaar over je heen dat je het niet goed doet. Ja, ik doe het maar op mijn manier. Kijk, lekker kip curry, kijk, broodje. Kijk eens, die kip. Ja, dat is wel lekker hoor. Oh jee. Jongens, de kat is naar buiten gevlucht. Is er licht? Hij zit niet onder de auto. Ali is naar buiten. Ja, echt, ik kon hem echt niet tegenhouden gewoon. Wacht, hij komt nu links uit. Komt hij hier? Wacht, niet met z'n allen erop af, dat is juist eng voor hem. Pak jij je mama. Hey baby. Die katten ook altijd, hè jongens. Wat een probleem. Oh shit, hij is echt gewoon nog snel, wel 3 poten, besef. Zij was nog met z'n 5 hier. Nou, hij is weer binnen hoor. Oh. Je kan nog niet naar buiten, gekkie. Mag hij überhaupt ooit nog naar buiten? Nou ja, misschien van de zomer wel weer. Dan wel. Ja. Voor de mensen die Project Geo gezien hebben, de bioscoopfilm, wist je dat Aladdin in de aftiteling staat van de film? Dat hij een heel klein rolletje heeft dat hij voorbij loopt. Dat is een goed opletten. Ja, hij staat in de aftiteling gewoon erop. Er staat Aladdin Latoy. Ja. Misschien als je die film opzet en hij kijkt naar zichzelf en denkt: hé, ik heb nog 2 poten. Oh. Kijk eens even wat een lekker ding ernaast mij aan tafel zit. Ze heeft de haren gekruld gewoon. Ja. Nee. Zo. Ja? Ik zeg altijd dat ik stel mooier vind bij Jade, maar ik moet zeggen dat ik dit ook wel echt mooi vind. Nou, fijn. Ja, mooie krullen hè? Ja. Kijk, dit is het Surinaamse gerecht. Nog een week. En dan is jullie dochter het huis uit. Minder dan een week. Oh, wat gaan jullie het meest missen aan haar? Niks. Het geklets. Het geklets. Het geklets. De vragen, de gezelligheid. Is dat in een positieve zin, het geklets? Of, Positief, jawel. Ja, erg positief. Wat? Is dat erg? Wat? Oh, dat je dat de hele tijd vraagt. Melanie vraagt altijd. Meen je dat echt? Altijd. Erg? Meen je dat?
Mama! Is dat erg? Jill, ik reed net te hard over een drempel. Is dat erg? Ja, het is altijd mama, mama, mama. Oh, Gio, ik zette je glas niet in de vaatwasser. Is dat erg? Echt van die... Oh, ik stoot hier tegenaan. Is dat erg? Oh. Maar ja, gewoon de gezelligheid. Ja. We zijn met z'n tweeën. En het is altijd leuk als je zo wakker wordt dat je weet dat zij nog boven Nou, met melde ochtendhumeur is dat niet heel leuk. Oh, ik heb ook geen ochtendhumeur meer. Niet meer? Nee, dus dat had je wel. 3 jaar terug doe ik je gewoon nog wel. Wat stelde jij voor vraag? Wat jullie misten aan Gio toen hij wegging. Ja, ze drukte. Gewoon de bam bam met de deur in huis vallen. En gewoon, ik wist altijd dat er iemand was op zijn kamer. En gewoon, ja, ook wel de gezelligheid. Maar ik denk dat dat het voornaamste is dat het met jou. Gewoon, het wordt wel een heel stuk stiller nu. Zeker, nu helemaal, ja. Maar vooral Gio's ex missen we, sorry. Ja, nee, snap ik. Hey, ik ga op een zin neer. Nee, dan moet je eruit knippen. Nee, dat ga ik erin laten. Nee, echt niet. Maar we zitten weer lekker terug in de auto, onderweg naar huis. Ik weet een plek waar ik sowieso een keer naartoe wil met jou. IJsland. Die wilde ik ook zeggen, inderdaad. Die heb je sowieso in de topcomment gezien. Ja. Die stond ergens als topcomment bij de vlog die vandaag al aangekomen is. Maar ook Hawaii. Dat ja, daar wil ik ook wel graag heen. Maar dat is echt lang vliegen, hè? En jij vond dit al lang vliegen? Hoe lang is dat vliegen? Ja, dat is volgens mij iets van 3... Nou ja, volgens mij is het iets van 16 uur. Volgens mij. Inclusief exclusief overstap. Maar dat lijkt me zo gaaf, jongens, om een keer in Hawaii te gaan. Dat is zo bizar. Het landschap daar. Ben je naar Malediven geweest? Nee, daar ben ik ook nog een keer. Oh, jongens. Ja, ik ben echt benieuwd wat voor reis we allemaal gaan maken natuurlijk deze... dit 2022. Ah, zo. Ik heb het hek nog niet open gehad sinds we terug zijn van vakantie. En wat ik ook nog steeds niet heb gedaan sinds we terug zijn, is binnengekeken bij de verbouwing. Het is weekend. Ik heb geen gereedschap om erin te komen. Dus waarschijnlijk gaat dat hem echt pas worden morgen. Of nou ja, morgen is zondag trouwens. Ik denk of pas maandag of dinsdag dat we pas kunnen kijken hoe het eruit ziet. Hey, en kijk eens jongens. Sniffy. Hey, schatje, ben jij zo ziek geweest dan? Nee. Oh. Jongens, zo apart dat wij hier gewoon niet van afgeweten hebben tijdens onze vakantie. Ze hebben ons expres niet verteld dat Sniff zo ziek was. Wij wisten natuurlijk ook totaal niet. Kom eens tussen ons. Hey, schatje. Zo, maar dat hij gewoon, hij at niet meer. En, oh, lievertje. En dat is echt geen goed teken voor een kat dus. Zo, als ik dat oprecht had geweten tijdens vakantie, dan had ik echt... Nou, ik zweer, had ik echt gelijk naar huis gevlogen. Want ja, dat wil je natuurlijk niet horen als je op vakantie bent. Dat je ook met... Dan hadden we echt met een rotgevoel op vakantie gezeten, hè? Ja. Mijn moeder heeft me ook filmpjes en foto's gestuurd. Hier zie je trouwens een foto dat hij bij de moeder van Jade dus helemaal knock-out lag. Omdat hij het gewoon niet meer trok. En wat... Nice! En omdat het dus zo slecht met hem ging. Nou, daar is hij. Hey, hij is nog helemaal suf. Hey, schatje. Ah, baby. Zie jij, doe nog helemaal zo wiebelen. Hey, Sniffy. Ben je nog een beetje dizzy? Ja, hè? Nog een beetje dizzy. Ah, nou, hij ligt lekker bij Nora. Yo, wat is dit? Kom. Wat is dit? Waarom wordt er gefilmd? Kom maar open, doe eens wat op. Doe het zo, Fuji! Oké, wacht even, ja. Kijk. Wat? Kijk even de sirene. Wat moet ik kijken? Het is zo'n pijnlijke truc. Ik ga niet kijken. Ik ga niet kijken. Zo kouloos. We hebben je zo gemist, we denken we gaan je even ijzen. Oh, dus deze moet ik nu atten. Die moet je nu atten, jongen. Hey, fijne dag, boys. Nou, het valt mee, het is een rustig flesje dit. Ja, ja. Het is een kleine fles. Ik heb het heel subtiel gedaan. Ja, lekker. Het is even, jongens en meiden, het is even een speciaal moment. We gaan even een champagne poppen voor mijn lieftallige vriendin hier zo. Mega? Ja, want zij heeft namelijk... Ja. Een deal getekend voor... Ja, dan kunnen we wel beter piepen, denk ik. Maar ja, hard gewerkt.
Leuk jou voor de samenwerking. Heeft goed gedaan. Hartstikke leuk. Jij betaalt het huis al dit jaar, denk ik. Ja, jij kan met pensioen. Dus ik ga weekvloggen volgende week. Ik ga een stukje terug doen. Maandvlogs. En nou, pak de glazen maar, want we beginnen het jaar... Ik ga wel echt zo niet met de flessen. Nee. Het was een lange beep waarschijnlijk die je hoorde, want het is een lang bedrag. Ja, Jari, jij verdient toch helemaal niks zelf. Nee. En Gio betaalt alles. Ja. Nee, ja, het wordt tot nu, hè? Gio overgeschreven. Hey, er komt nu verandering in jullie relatie. Ja, jongens, ik denk dat geen Big Flex Gio meer is, maar Big Flex Jade straks. Gio is je video morgen een stapje terug. Dat was de vlog voor vandaag. Jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen bij weer een nieuwe vlog om 6:30 op mijn kanaal. En ik zeg later!